allerleukste aan baarsvissen vind ik gewoon het dat je gewoon lekker veel beet krijgt. Gewoon lekker aantallen tikken, het agressieve, ze pakken hem, je slaat mis, ze pakken hem nog een keer. En dat ze dan met de hele groep meekomen tot bij de boot. Dus dat je de hele school ziet meekomen van wat gebeurt er allemaal. Nieuwsgierige visjes, ja, dat vind ik gewoon leuk. En ook vooral als de baars, soms heb je een baarsje eraan van 30 centimeter. En die vechten, hè, die geven gewoon volle power op zo'n licht hengeltje. Dat vind ik gewoon super leuk. Dat zo'n visje zo knokt en zo agressief is. Dat vind ik het allerleukste van baarsvissen. Maar de baarzen zijn vooral in mijn ogen een van de mooiste roofvissen die we hebben in Nederland. Puur omdat ze agressief zijn, het scholengedrag. Ze kunnen uitgroeien tot hele grote proporties. Dat ze hele ruige oerkarakteristieken krijgen. En ik vind het vissen op baars is gewoon super leuk. 90% van de tijd pak ik een dropshotje. Gewoon even snel gooien. Een paar stekken aanwerpen, 3-4 kanten op. En dan, als de baars zit, is het vaak patsboom. Klein setje eraan. En dan, als je die school gevonden hebt en als ze meezwemmen tot aan de boot, zodat je dus ziet dat er ook echt grotere zitten, ga ik opschakelen met grote aas. En vaak als ik een paar kleine baarsjes gevangen heb, dan vind ik het leuk om een grotere Caroline Rig er een keer overheen te gooien. En dan of een jig. Dus met een 10 centimeter softbait. Dus even proberen die grotere baars uit die school te toveren. Uitdagende in de baarsvisserij is toch de grotere baars targeten. Dus echt gericht gaan vissen op die vis die de magische grens van 50 aan wil tikken. Dan kun je helemaal op blind gaan staren en dan kun je echt heel veel uren in kwijt voordat je er eindelijk een vangt. En soms is het ook op een dag dat je kleine baarsjes vangt, dat je ineens die hele grote er wel bij tussendoor hebt. Dus dat blijft uitdagend in die baarzen van, wat is dat toch? Wat doet die grote nou anders dan de rest van die kleintjes? Wat doen die kleintjes met z'n allen midden op zo'n grote plas water zonder beschutting? Dat blijft uitdagend. Mijn baarsvisserij begint over het algemeen met klein aas. Een centimetertje of 5. 7 centimeter. En dan vooral even afkijken natuurlijk naar het speldhaas. Het is nu al, dit seizoen start al eigenlijk al heel warm. Dus ik verwacht dat de speldhaas al in grote getallen aanwezig is en al iets groter dan heel erg klein. En ja, als blijkt dat ze het goed doen op een maatje groter, dan schakel ik langzamerhand steeds verder naar de zomer toe op naar 10 centimeter. En een 10 centimeter shed, mooie bijkomstigheid is, je vangt er eigenlijk alles op. Ik denk dat het de meest allround formaat shed is waar je mee vissen kan. Maar dan zeker in de zomer, ook op baars, in combinatie met een hele dunne stalen onderlijn. Of als er wel een snoek tussendoor knalt. En dan na de hele actieve einde van het seizoen, dus november, december, ga ik langzamerhand door naar heel traag vissen. Met wat grotere baits op de speciale rigs. Dus een begin altijd met een Carolina of een Texas. En dan, als het echt koud wordt, vind ik de Jika rig heel erg leuk om toe te passen. Dus echt voor die hele passieve, ijskoude dagen dat je top bijna dichtvriest. Dan heel traag met een Jika rig vissen. Mijn basis top 5 door het jaar heen. Op nummer 5, de Larva. Waarom? Multi-inzetbaar, het hele jaar door. Een mooi klein aasje die je vlot en soepel kan vissen op een licht hengeltje. Dus echt voor de fun momenten op de baars. Even lekker gooien. De Larva. Op nummer 4. De Popeye. De Popeye is mooi soepel. Zacht. Deze kun je zien, die is echt helemaal aangevreten door de baarzen. Dus je kunt er heel lang mee vissen op een dag. Ik vind dit echt een goeie. Ik zet hem alleen op 4, omdat hij zo groot is voor de baars. Mijn nummer 3. Dat is de Sand Series. Dus ook wat grotere baits. Gemaakt voor alle disciplines. Dus ik hou ervan de Carolina Rig te vissen.
een stukje afknippen, even wat korter op de dropshot of een groot op de dropshot. Je kunt hem op een jigkop zetten. Dat geldt hetzelfde voor deze. Ja, mooi allround bait. Zacht, soepel en drijvend. Dus de opliftende kracht zit erin. Dat is echt een goede nummer 3 in mijn lijst voor mijn baarsvisserij. Op 2 heb ik een vierpauwtje staan, de kleine maat. Dus op een klein dropshotje. Die heeft op baarsvissen mij bijzondere verrassingen bezorgd afgelopen seizoen. Dus op een dag dat het echt taai was, kwam toch echt die ene hele dikke baars, die kwam vol op het vierpauwtje. Dus dat is echt een goede nummer 2 in mijn lijst voor baarsvissen. En voor mij op nummer 1 in mijn baarsvisserij, de Urban Prey serie. De Urban Prey serie die bestaat uit 3 modellen. Multi inzetbaar, super veelzijdig. Omdat ik mijn baarsseizoen begin met klein aas, daarom heb ik hem sowieso op 1 gezet. Het materiaal is super slijtvast. Het materiaal is drijvend. Ja, en het zachte, het soepele van deze beetjes, dit zijn voor mij echt baarsnoepjes. De kleuren zijn, ja, vind ik fantastisch met de gobies. Het donkere contrast met het felle contrast, waar ik echt super van hou. Roze erin, echt ondergeschatte kleur. Maar dan weten de meeste streetvissers wel hoe goed het roze is. Ja, en het is... Het mooie ervan, van deze serie, is dat hij zo multi-inzetbaar is. De kleuren die ik voornamelijk kies zijn de wat donkerdere kleuren, maar het liefst met een highlight van een fel accent. Dus bijvoorbeeld een hele donkere rug met een, zoals ik hier een voorbeeldje heb, echt een zwarte bovenkant. Maar als hij dan wat beweegt, dat het dus echt een mooie felle rode of een wit buikje tevoorschijn komt. Of een gele. Dat is gebleken dat hij... Dat donkere met dat felle contrast, vooral dat citreuze, dat werkt super goed op de baars. Nou, dit was een stukje inzicht van hoe ik mijn baarsvisserij beleef, het seizoen door en hoe ik het aanpak. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier aan de waterkant met het nieuwe baarsseizoen. En tot de volgende video!